Martijn, truienslagerij Fons Persis in de Helftheuvel. Jullie zitten hier sinds een jaar? Klopt, helemaal. 10 oktober afgelopen jaar zijn wij hier gestart. We hebben 3 filialen in Tilburg, daar ligt de oorsprong. Daar zitten ze al vanaf oudsher, al meer dan 100 jaar. En nu hebben we het uitstapje gemaakt naar Den Bosch en we zijn daar flink aan de weg aan timmeren. Ja, stel, jullie zijn echt een begrip in Tilburg, hè? Al meer dan 100 jaar? Ja, het is een echt oud familiebedrijf. We zijn er echt van vroeger uit gevestigd. En vader op zoon, en zo is het eigenlijk doorgegaan. En bij deze proberen wij in Den Bosch ook onze naamsbekendheid op te hogen. En vertel eens, wat is nou het grootste verschil tussen het Tilburgs publiek en het Bossen publiek? Het Bossen publiek is toch een stukje kritischer. Tilburg is een echte arbeiderswijk. En hier zijn ze toch wat kritischer dan de Tilburgers. Jullie bieden toch wel echte kwaliteit producten aan. Kan je eens vertellen hoe dat in elkaar zit? Ja, we hebben alles in eigen beheer. We hebben eigen runderen in Groningen staan. Omdat wij geen tussenhandel hebben, kunnen wij dus de scherpste prijs aanbieden met de beste kwaliteit. En alles is ambachtelijk gemaakt? Alles maken we ambachtelijk. In Riel hebben we een productiebedrijf zitten waar alles in eigen hand geproduceerd wordt. Fons Persis is vooral bekend om de barbecue. Jullie willen ook in Den Bosch daar naam mee gaan maken, hè? Klopt. Barbecue in Tilburg, dat is gewoon een begrip. Barbecue en Fons Persis, dat is een synoniem. En dat zouden wij graag in Den Bosch ook willen zien. Dat zo gauw dat de zonnestralen schijnen, dat ze aan barbecue denken en aan Fons Persis. Ja, en wat moet ik me dan voorstellen? Mensen kunnen gewoon bestellen of hoe gaat dat in zijn werk? Er is een webshop, daar kunnen ze online bestellen. Ze mogen telefonisch kunnen ze contact met ons opnemen. Dan regelen wij alles telefonisch. En het is natuurlijk ook hartstikke leuk als ze in de winkel komen. Dan spreek ik het een keer netjes door. En komen jullie het brengen of kunnen ze het ergens halen? Of hoe gaat dat? Het kan opgehaald worden, maar het is natuurlijk net zo makkelijk dat wij het even brengen en naar de rand opkomen halen. En Martijn, jullie stunt ook behoorlijk met de aanbiedingen. Klopt, we hebben vaste weekreclames, bijvoorbeeld halskarbonades gehakt. En dat zijn toch echt de knallers, daar onderscheiden we ons in. En als ik zo hier door het winkelcentrum kijk, dan zie ik heel veel mensen eten die hier voorbij komen. Want jullie hebben ook van allerlei lekkers hier staan. Ja, zeker. Dat is hartstikke gezellig. Om een beetje sfeer te creëren in het winkelcentrum zetten wij hier een proefplankje neer. Dan kunnen de mensen onze producten proeven. En naarmate dat ze proberen, krijgen ze er ook trek in en dat stimuleert toch ook weer een stukje verkoop. Hey, vertel eens, jullie zijn genomineerd voor Slagen met een Ster, of hoe zit dat? Ja, we zijn genomineerd met Slagen met Ster. Dat zijn eigenlijk de vakwedstrijden. Het eerste gedeelte bestaat uit de vakjury die langskomt, mystery guests die langskomen. De winkel wordt dus in zijn geheel beoordeeld. Daar zijn we geslaagd, met bijna een 8 hadden wij. Nou zijn we genomineerd tot de finale ronde die vanaf nu afspeelt. Tot slot Martijn, jij wil iedereen oproepen om te stemmen op jullie. Ja, een onderdeel van de Slagerij met Ster is het stemmen op de Facebookpagina. We zullen ook een link in beeld brengen. En dan zou het heel leuk zijn als iedereen op ons wil stemmen. Zodat wij verder kunnen met Slagerij met Ster. Wat wij elke week altijd doen, is eventjes proeven. Is dat mogelijk? Altijd. Zeker, daar hebben we onze proefplankjes voor. Den Bosch is de meest gastvrije stad. Zijn jullie ook zo gastvrij? Wij zijn hartstikke gastvrij. Ja. Dan gaan we even proeven. Ja, proeven is altijd natuurlijk wel zo belangrijk, want hele mooie praatjes, maar is het ook lekker? Vertel eens, wat eet ik nu? Een gebraden gehaktbal. Een van onze eigen gemaakte specialiteiten. Erg lekker. Mooi, dan zien we u graag terug. Ik pak nog één stukje. Ja, dan zijn er toch, hè? Erg lekker. Goede nasmaak, een beetje pittig. Ja, precies. Tot slot, was jullie website? www.fonspessers.nl. Dank u wel. Oké. Okay.